Hi, ik ben Ferdinand en ik ben op bezoek bij LG om te kijken naar drie nieuwe 4K QNET TV's uit 2024, waarvan er eentje met mini-LED. LG QNET televisies zijn tv's waarbij nanocel en quantum dot techniek worden gecombineerd. En daarmee zijn ze de beste LED tv's van LG. Nou, in deze video kijken we naar drie 4K televisies uit die QNET serie. We hebben de QNET 85T, we hebben de grotere variant daarvan, de QNET 89T en we hebben de QNET 91T. Nou, ik ga er zo dieper op in, maar ben je nou benieuwd naar nog meer tv-video's? Bekijk dan de televisieafspeellijst aan het einde van de video en wil je op de hoogte blijven van de nieuwere televisies uit 2024? Abonneer je dan op ons kanaal. Natuurlijk beschikt de QNET 85 over een 4K-resolutie, 120 Hz en HDR. Dat wil zeggen dat die HLG ondersteunt en HDR10 Pro. Nou, de techniek Quantum Dots geeft 100% kleurvolume. Dat betekent dat ongeacht de helderheid van het scherm de kleuren niet vervormen. Met als bijkomstige eigenschap dat blauw licht het beste wordt weergegeven. Nou, dit in combinatie met nanocel, die juist de rode kleuren het mooiste weergeeft. Waardoor ze dus elkaar mooi aanvullen voor de kleurweergave. Daarnaast beschikt hij over Blue Light Reduction, waardoor je het felle blauwe licht van de televisies 's avonds eventjes voor het slapen gaan kunt verminderen. De nieuwe Alpha 8 AI processor die zorgt ervoor dat de televisie lage resoluties van bijvoorbeeld reguliere televisie in Full HD wordt verbeterd naar de 4K resolutie van de televisie met AI Super Upscaling. Daarnaast heeft hij Dynamic Tone Mapping Pro. Hierdoor wordt het scherm verdeeld in duizenden zones, waarin elke zone apart van elkaar de kleur, de helderheid en het contrast wordt bepaald, waardoor het contrast op het hele beeld er beter uit gaat zien. De tv heeft ook local dimming verlichting om het contrast tussen donkere gedeeltes en de lichte gedeeltes te verbeteren. Nou, de verlichting zit daar bij deze televisie aan de randen, boven en beneden, waardoor per strook de hoeveelheid licht individueel kan worden gedoseerd. Qua gaming beschikt de televisie over 4 HDMI 2.1 poorten. Ook ondersteunt hij VRR en ALLM, FreeSync en HGIG. Ja, dat laatste dat is een groep fabrikanten van gameconsoles, van spellen en van televisies die samenwerken en richtlijnen bepalen om HDR gaming zo mooi mogelijk te maken. Qua audio heeft hij 2.0 kanaals geluid van 20 watt. Ja, mocht je toch wat krachtigers willen, krachtiger geluid, dan kun je gebruik maken van de EARC-poort. Dit is de meest geavanceerde poort op dit moment voor het aansluiten van een soundbar. Nou, qua design is hij niet zo dik, iets minder dan 3 centimeter. Hij heeft 2 zilverkleurige poten eronder staan en die kun je op 3 verschillende standen monteren onder de televisie. Zoals hij hier achter mij staat, maar ja, je kunt hem ook wat verder naar de zijkanten zetten of daartussenin. Net afhankelijk van hoe breed jouw tv-meubel is. Het smartplatform is webOS 24. Nou, zoals je ziet is het schermvullend. Hij heeft 3 lagen. Onderin zien we enkele suggesties voor content. Daarboven zien we de applijst. Nou, je hebt ruimte voor 15 apps en daarnaast kun je ook nog scrollen naar rechts. Daar heb je natuurlijk ook nog andere apps die je dus kunt downloaden. Je hebt ruime keuze uit de bibliotheek op de LG-televisies. Daarboven heb je de zogenaamde Dynamic Quick Cards. Dat zijn verzamelmappen voor games, muziek, de thuishub en sport bijvoorbeeld. Het mooie is dat wanneer je erop zweeft, dat je dan al informatie te zien krijgt of soms ook zelfs opties. Nou, ik heb bijvoorbeeld aangemerkt dat ik Barcelona als mijn favoriete club heb. En daardoor krijg ik daar al informatie te zien. Maar hier krijg ik dus een overzicht van hun speelschema. En als ik erop klik, zie ik daadwerkelijk ook informatie over de wedstrijd. Hoe laat die begint, waar het is en word ik op de hoogte gehouden. Stel nou dat ik gewoon Netflix wil kijken tijdens de wedstrijd. Dan kan ik instellen dat ik op de hoogte word gehouden van de stand. Nou, daarnaast kan je ook thuis werken. Heb je enkele opties, bijvoorbeeld apps van Google. Je hebt Windows 365 en je kunt de televisie gebruiken als een beeldscherm voor je PC. Helemaal draadloos. Als je dan ook nog een Bluetooth muis of toetsenbord aansluit, dan kun je helemaal draadloos werken op je televisie. Verder werkt de televisie met Apple AirPlay 2, Apple HomeKit en heeft die sinds dit jaar een Chromecast built-in, zodat je van je telefoon kunt casten naar de tv. En wat ook helemaal nieuw is, is dat je geen zorgen meer hoeft te maken over features die je mist, omdat die pas uitkomen bij de volgende generatie televisies. Want de televisie wordt minimaal 4 jaar geüpdate naar de meest recente webOS.
En dit is de afstandsbediening die wordt meegeleverd, de LG Magic Remote. Het mooie is ervan dat je de televisie dus kunt bedienen met een pointer. Nou, vooral makkelijk bij het navigeren als je naar rechts wil swipen, links wil swipen. Maar ook natuurlijk bij het toetsenbord als je daar overheen wil navigeren. Nou, mocht je dit toch vervelend vinden, dan heb je ook nog gewoon 4 navigatietoetsen die je kunt indrukken en een scrollwieltje die je daarvoor ook kunt gebruiken. En onderaan vinden we enkele snelkoppelingen naar streamingdiensten, waar je dus op een hele snelle manier bijvoorbeeld Netflix kunt starten. De QNET 89 is eigenlijk de grote variant van de QNET 85 en dus alleen in 98 inch te verkrijgen. Nou, hij ziet er hetzelfde uit en daarom is hij hier ook niet opgesteld, toch heeft hij enkele verbeteringen. Hij heeft namelijk precision dimming in plaats van local dimming, waardoor hij meer zones heeft en het licht daardoor preciezer lokaal kan dimmen. Wat natuurlijk beter past bij dat grotere scherm. Verder ondersteunt hij Dolby Atmos en heeft hij iets krachtiger geluid door 2 extra woofers. De QNET 91 die beschikt eigenlijk over dezelfde eigenschappen als zijn kleinere broertjes, maar heeft wel enkele upgrades. We maken bijvoorbeeld qua beeldkwaliteit wel een mooie stap, want deze heeft namelijk een mini-LED paneel. Ja, in plaats van dat de backlight alleen stroken tegelijkertijd kan verlichten, bestaat de achterste laag van deze tv uit heel veel kleine LED's, waardoor veel kleinere zones individueel verlicht kunnen worden. Ja, omdat de helderheid hierdoor ook een stuk hoger wordt en de beeldkwaliteit daardoor ook een stuk beter, ondersteunt hij naast HLG en HDR10 Pro ook Filmmaker Mode en Dolby Vision IQ. En mocht je dat geweld van licht eventjes wat willen dimmen voor je gaat slapen, dan kun je de Blue Light Reduction Pro gebruiken om zo makkelijker in slaap te vallen. Nou, qua uiterlijk heeft hij 1 zilverkleurige voet in het midden en een iets dunnere bezel in vergelijking met zijn broertjes. Vergeet het duimpje omhoog niet als je de video nuttig vond. En hier stoppen overigens de LG-televisies niet. Er zijn namelijk ook LG OLED-televisies uit 2024 met een betere beeldkwaliteit. Als je daar meer over wil weten, klik dan hier voor een video daarover. En natuurlijk hier voor alle tv-video's op een rij zoals beloofd. Wil je meer informatie over deze modellen, bijvoorbeeld in welke inchmaten ze te verkrijgen zijn of wat de actuele prijzen zijn, klik dan op de link in de omschrijving. Voor nu, tot de volgende.